Hey, hey, topper high potential woman. Super dat je weer luistert. En binnenkort komt de podcast eraan. Ik ben er druk mee bezig. Uh, voor nu deel ik het alvast op deze manier met je. Uh, maar je kunt binnenkort nog heel veel meer leuke, toffe dingen uh, verwachten. Alles omtrent het jou helpen je bedrijf te starten, of alles omtrent jouw bedrijf door te laten groeien of een volgende stap in je ondernemerschap te zetten. Zodat jij alles uit het leven gaat halen, alles uit je carrière gaat halen, alles uit jezelf gaat halen, zodat jij gaat leven op een manier die jij wil wat jou gelukkig maakt. Vandaag wil ik je inspireren. Hoe ga je nou klanten vinden voor nieuwe werkzaamheden die je wil gaan doen, die je nog nooit hebt gedaan? Want de meeste VA's die starten, die starten met ook nieuwe werkzaamheden die ze heel graag willen doen. En waarom kom, ja, waardoor komt dat nou? Omdat we toch heel vaak jarenlang hetzelfde hebben gedaan en we zijn weer toe aan iets nieuws. We willen weer een nieuwe uitdaging, we willen weer leren, willen groeien, ontwikkelen. Nou, en sommigen vinden dat superspannend om die stap te zetten. Want dan komt dat stemmetje in, je, in, in hun hoofd. Van ja, wie zit daarop te wachten? Kunnen ze het wel? Hebben ze wel genoeg kenniservaring? Nou, noem maar op. Je herkent het misschien wel. En hoe ga je dan toch die stap zetten? Nou, er zijn een aantal dingen heel erg belangrijk. Allereerst, als je werkzaamheden ook wil gaan doen met jouw onderneming om de anderen bij te helpen die je al ooit hebt gedaan. Dan kan het zijn dat je dat ook wil combineren met nieuwe dingen? En dat is een hele fijne mix. Natuurlijk zijn die nieuwe dingen spannend. Maar je gunt jezelf dan ook. naast dat je de oude werkzaamheden doet. En dan heb ik het niet over dezelfde soort werkzaamheden voor je werkgever. Hè, um, exact tot in de detail, tot in de puntjes. Maar ik bedoel, hou je van plannen en organiseren. Dan ga je ook andere klanten helpen met plannen en organiseren. Als je dat leuk vindt. En wil je daarnaast ook nog ondernemers helpen met marketing? Lijkt je dat heel erg leuk, maar heb je dat nog nooit gedaan? Dan is dat een, een nieuw soort werkzaamheden, nieuwe taak, nieuwe dienstverlening die je gaat aanbieden. En op het moment dat je dan dat plannen organiseren ook gaat doen, dan kun je jezelf dus dat groeiproces gunnen om die nieuwe werkzaamheden ook te gaan leren. Dan ga je jezelf daarin trainen. He, dan ga je daar trainingen volgen, begeleiding in krijgen als je dat nodig hebt, informatie over opzoeken. En stap voor stap ga je dat dan toepassen. Sommigen die willen echt het oude helemaal loslaten. Soms ook omdat ze uit een branche komen waarvan ze denken: Weet je, ik wil gewoon als VE totaal iets nieuws gaan doen. En voelt dat heel erg spannend? En dat, 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 natuurlijk is dat ook, want als je gaat groeien. Dan komt angst om de hoek kijken. En angst is een teken van groei. Dus ik zeg altijd: ja, omarm dat. Want het is juist een teken dat je gaat groeien. Dat is heel erg mooi. Nou, hoe, hoe pak je dat nou slim aan zodat je daar vertrouwen in krijgt. Om dat ook aan te kunnen gaan bieden aan klanten? Nou, als je een combinatie kan maken tussen oud en nieuw. Hè, dus dingen die je al kan en dingen die je nog niet kan. Dat zou het fijnste zijn. Want sommigen die zeggen, nou ik ga. Die komen bijvoorbeeld uit de zorg. En die gaan ondernemers helpen met techniek. En die vinden die stap zo spannend. Dat ze bevriezen. En niet vooruitkomen. Zich ook niet aandurven bieden aan ondernemers om hun te helpen. Omdat ze voelen: oh, ik weet nog niet genoeg. Ik kan nog niet genoeg. Ik heb nog niet genoeg ervaring daarin. Dan bevriezen ze. Op het moment dat je bevriest. Dan zijn er twee keuzes mogelijk. Jezelf um, de tijd gunnen. Om er naartoe te groeien. In stappen. En in die tijd ook ja, te gunnen dat, dat die klanten dan in die tijd langzaamaan op je pad komen. Dus de snelheid verminderen. Of dat je zegt: goh, ik ga nog iets daarnaast doen. Wat ik al kan. En dat andere bouwen er langzaam in op. Ja, bijvoorbeeld als je zegt van. Uh, ik wil meer over de techniek leren, ik wil leren website bouwen. Ik wil uh, met programma's leren werken die allemaal technisch uh, aan elkaar gekoppeld zitten. Um, online programma's die, die ja, de tools waar bedrijven mee werken tegenwoordig. Hè, om die te leren kennen, dat kost tijd. Maar je kunt daarnaast bijvoorbeeld ook zeggen: nou, ik ga wel een stukje techniek doen, maar die niet heel ingewikkeld is. Waardoor ik die ingewikkelde dingen, mezelf daar meer tijd voor gun. Om daar. Anderen, om daar meer over te leren en anderen bij te gaan helpen. Dus dan zou je bijvoorbeeld kunnen zeggen: Nou, ik ga social media inplannen voor ondernemers. Dat zijn hele simpele werkzaamheden die je al vrij snel kan doen. Ook een stuk techniek. En daarnaast ga ik mezelf daarin verdiepen. Of dat je zegt: Nou, weet je, ik vind plannen en organiseren ook leuk. Daar ga ik ondernemers ook bij helpen. En ik gun mezelf dat groeiproces naar die techniek toe. Dus op het moment dat je de stap wil maken en de stap is te groot en het voelt daardoor eng en spannend, ga je het niet doen. Dus het is de kunst om dan de stap die je wil zetten op te delen in kleinere stappen. En elke keer te denken, oh die stap kan ik wel zetten, of die stap kan ik ook zetten, of die stap kan ik ook zetten. Zodat je steeds het vertrouwen krijgt om daarin te groeien. En zo hebben wij ook ooit eh, iemand gehad die... Een klant van ons. En uh, kwam uit de... was dat ze in? In de, in de industrie. En ze wilde heel graag VA worden. Nou, natuurlijk is dat in het begin een zoektocht van... Wat wil je dan gaan doen? Nou, uiteindelijk vond ze haar specialisatie in de techniek. Websites bouwen, leeromgevingen bouwen. Ondernemers helpen met de techniek. En dat vond ze zo spannend dat ik haar ook de tip gaf. Weet je, je vindt het zo spannend. Maar het is belangrijk dat je het gaat doen. Want... Je gaat het niet leren door alleen maar dingen te lezen en te weten te komen. Je gaat het pas echt leren door te doen. En dat geldt niet alleen voor in de techniek, dat geldt voor alles. Je moet het gaan doen. En natuurlijk is ook een gedachtegoed soms veranderen van, van: oh, ik moet dan al meteen alles weten. Die, die denken dan: oh ja, ik, ik moet de expert zijn. Ik moet mezelf al meteen zo in de markt zetten dat. Ja, dat mensen denken, oh wauw, die weet alles al, terwijl dat is dus ook een verkeerde aanname in je hoofd. Dat klopt niet. Je moet, um, je moet heel reëel zijn naar jezelf en heel re realistisch zijn. Je biedt support aan. Kijk, natuurlijk als je een andere keuze maakt en je groeit door als VA en je gaat jezelf neerzetten als online business manager... of je groeit door tot business coach of je groeit door tot een andere expert... Dan ga je jezelf wel ook op dat vlak serieus neerzetten. Maar die VA's die die stap zetten, die hebben die stap als VA al gemaakt. Die, gaan, die groeien door. Dat vraagt ook van hun, omdat ja, dat ze dan zichzelf ook op die manier heel sterk in de markt zetten. Maar ze hebben die groeiproces al doorstaan. Als je aan het begin staat, dan is het heel erg belangrijk om heel reëel te zijn. Je biedt support. Je biedt ondersteuning. Dat wil niet zeggen dat je een assistent bent. Je bent een mede-ondernemer die jouw klanten helpt, inspireert, meedenkt in de groei. Maar je biedt support. Die expert die je misschien ooit straks wil zijn, dat komt later wel. Maak het klein en, en wees realistisch. Dus... Die klant die toen die stap wilde zetten naar de techniek en dat heel erg lastig vond, zei ik: Weet je, ga ondernemers zoeken en ga een soort van stage lopen. Ga kijken of dat je uh, laagdrempelig voor ze aan de slag kan. Wat ik daarmee altijd probeer is om um, iemand kleine stappen te laten zetten en daarin het vertrouwen te krijgen. Laten krijgen, zodat ze ook weer de volgende stap durven te zetten. En dat is ondernemen. Steeds een stapje, steeds door die comfortzone heen, steeds weer vertrouwen winnen en zo groeien. Dat maakt ook dat door te starten als ondernemer, dat je persoonlijk ontzettend jezelf heel goed ontwikkelt, omdat je dit soort dingen moet doen. Je kunt niet je hand niet ophouden naar een manager of naar een baas. Het is, het is aan jou om echt een ondernemer te worden en ook die verantwoordelijkheid te nemen om die stappen te zetten. Ja, fantastisch leuk is dat, want ja, hoe gaaf is het om te groeien in je leven? Ja, het is voor mij het grootste cadeau geweest in het ondernemerschap, dat ik ondernemer ben geworden. En eh, zeker toen ik een VA ben, als VA ben gestart, met het online ondernemen ben begonnen, daarna ben ik gestopt als VA... Ben ik businesscoach geworden. Maar door al die stappen die ik heb moeten nemen. Ook door moeilijke beslissingen. Door euforische momenten van, wat kan niet op? En ik heb mijn droomleven. En toffe klanten. Tot aan ook weer tegenslagen. Blemmerende overtuigingen in mijn hoofd. Angstgedachten, onzekerheden. Noem maar op. Ik heb het allemaal meegemaakt. En dan denk ik, wauw, wat word je hier toch een sterke vrouw van. Zo ontzettend gaaf. En ik, en ik had het voor geen goud willen missen. Ik had het nog niet willen inruilen voor de beste baan die er was. Want dit is echt jezelf heel krachtig ontwikkelen. En het is niet alleen bij mezelf. We hebben nu, zitten nu richting de 500 mensen aan die we hebben opgeleid en begeleid hebben tot een succesvol VA-bedrijf. En om daarin verder te groeien en door te groeien en de volgende stap te zetten. Dus ik spreek ook uit ervaring dat ik dat zie om haar heen bij onze klanten en dat is precies waar wij het voor doen dat ze zich zo zakelijk ontwikkelen maar ook persoonlijk. Nou, dus die dame die die klant van ons hier is ingestapt en de techniek uh, is gaan leren, die is zo steeds verder gegroeid en nu zet ze zichzelf ook heel sterk in de markt neer als die technisch VA. Nou, en wat was daarvoor belangrijk en dat geldt natuurlijk voor jou ook als je deze stap wil zetten, is dat Jezelf dus toestaat kleine stapjes te nemen, het mogen groeien. Als het, als het een te grote stap is, maak het kleiner. Ga ook nog iets doen wat je al wel kan. Um, nieuwe dingen leren hoort erbij. Dat, dat doet iedereen en iedereen vindt dat spannend en dat is oké. Okay. Zeg tegen jezelf: angst is het teken van groei. Juist doorgaan. Dan ook nog heel belangrijk om in je mindset mee te nemen. Dat als jij kiest voor datgene wat je ontzettend leuk vindt om te doen, of het lijkt jou leuk om te doen en je bent daar heel enthousiast over, dat enthousiasme wordt een passie. Dat wordt een drive voor je om. Te, ja, ik heb er zin in. Ik heb er zoveel zin in om dit te gaan doen. Je bent zo. In zo'n mooie staat van zijn kom je dan. En die energie die dan loskomt bij jou. Dat enthousiasme van dat lijkt me leuk. En je deelt dat met ondernemers. Die voelen dat. Die voelen die passie in jou. En wat is nou. Ja, laat ik het zo zeggen. Wat maakt nou dat klanten klant bij je worden? Niet omdat jij de expert bent, al heel veel weet. Natuurlijk kan dat een reden zijn. Maar de aller, 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 allerbelangrijkste reden om met jou in zee te gaan is die klik tussen jou en de ondernemer. Dus jouw enthousiasme, jouw drive, jouw energie werkt aanstekelijk voor die ander. Kijk maar eens naar jezelf. Dat je een keer bij een bedrijf bent geweest en je denkt: Nou, weet je, die hebben het echt supergoed staan. Dit is echt een van de beste in hun vak. En je komt daar binnen en je gaat spreken met de medewerker en je voelt totaal geen klik. Echt, je voelt gewoon de energie door je, door je voeten door de grond heen zakken. Weglekken. En je denkt: Nou, dit, ik ga hier niks kopen hoor. Dit voelt echt niet goed. of dat je bij een bedrijf binnenkwam en die hebben het ook wel goed staan natuurlijk niet zoals die andere waar je was geweest maar echt je werd geholpen op zo'n manier bij iemand dat je dacht oh wauw dit voelt goed ik word blij van die persoon ik heb vertrouwen ja let's do this merk je het verschil dat is geld dus ook voor jou dus ga Erop vertrouwen dat jouw energie, jouw enthousiasme, die passie die je uitstraalt, het aller, aller, allerbelangrijkste is. En dan hoef je dus nog niet eens de expert te zijn. En je hoeft nog niet eens alle kennis en ervaring in huis te hebben. Want voor elke fase waarin jij komt in jouw ondernemerschap, voor elke fase waarin je groeit in kennis, voor elke fase waarin je groeit in ervaring, zijn er klanten. Een klant die nu iemand nodig heeft om wat dingen aan de website te veranderen. Ik pak het, ik houd nog even op het onderwerp techniek, want dat is het makkelijkste. En uh, die heeft iemand nodig voor wat wijzigingen aan te brengen op een website en in een programma waarmee ze werken. En die voelen die klik met jou. Die ondernemer kan jou ook heel goed uitleggen hoe dat die ondernemer dat doet zodat jij het daarna over kan nemen. Ik heb dat ook zo vaak gedaan. Dat ik dingen heb uitgelegd. Oh en wil jij het dan overnemen van mij? Of een ondernemer die zegt. Nou ik wil een volledig uh, website en leeromgeving gebouwd hebben. Hè? En dat moet in een week af zijn. Ja, die gaan natuurlijk kiezen voor iemand die het heel snel kan maken. Maar stel nou voor iemand zegt. Ik wil over een half jaar een nieuwe leeromgeving hebben. En... Die voelt die klik met jou en die voelt dat jij zo gepassioneerd bent om dat te leren, om daarin te groeien, om je daar volledig in, in onder te dompelen. En die denkt, ja, dit voelt goed. Kiezen komt vanuit onderbewustzijn, kiezen komt vanuit gevoel. En je denkt misschien, ah nee, dat wordt vanuit het verstand gedaan, maar. Keuzes worden altijd eerst onderbewust genomen en daarna rationeel verklaard. Waarom we die keuze maken? Nou, ik weet nog dat toen ik startte als VA, ik ben al een tijd geen VA meer ik ben natuurlijk business coach. Hè, maar uh, degene, mijn eerste klant, daar werk ik nu nog steeds mee samen, want die huren we ook in als trainer voor tijdens mijn live dagen. Klanten ook mee te helpen met zijn expertise. En ik weet nog dat ik bij hem aan tafel zat. Aart heet hij. En ja, hij had ook nog een gesprek met een andere VA. En hij koos voor mij. En hij koos er niet voor mij vanwege dat ik het allemaal al kon en wist. Maar hij koos voor mij. En dat vertelt hij ook nog elke live dag tegen de klanten. Hij koos voor mij omdat ik mij wilde verdiepen in de dingen die, waar hij zich niet in wilde verdiepen. En hij voelde mijn enorme enthousiasme. Mijn enorme leergierigheid. Ja, en, en dat ik hem ook het gevoel gaf: Ik ga jou helpen om samen die stappen te zetten. En zo ben ik stap voor stap ook aan mijn klanten destijds gekomen. Dus het allerbelangrijkste voor jou is: kies voor wat je leuk vindt of voor wat je leuk lijkt. Ga het doen. Ga het klanten erbij vinden die op dat moment de behoefte hebben. Waarbij jij ze kan helpen. Gun jezelf. Niet meteen om een hele grote stap meteen te zetten. Maar gun jezelf juist om die hele kleine stappen te mogen zetten. Ga het doen. Want door te doen ga je dingen leren. Niet door uit te stellen, niet door boeken te lezen. Je moet het gaan doen. En ga ontdekken wat past echt bij je. Ga fine tunen. En zo ga jij je ondernemersreis. Fantastische reis van maken. Juist ook omdat je. Van elke stap gaat genieten. Je gaat van elke stap ga je dankbaar voor zijn wat je hebt geleerd. Van elke stap ga je trots op jezelf zijn. En je zelfvertrouwen groeit elke stap. En over een jaar heb je zoveel geleerd. Wat klanten ook wel eens tegen me zeggen. Ik heb in vijf, in vijf jaar loondienst. Nee, wat zeiden ze nou? In, in een jaar als zelfstandig ondernemer. Als VA. Heb ik net zoveel geleerd als tien jaar loondienst? Dat maakt dat je ontzettend groeit in je zelfvertrouwen. Ontzettend blij wordt, trots op jezelf. En ontdekt: wauw, ik heb zoveel meer in me. Want dat heb je. Lieve ambitieuze vrouw, dat heb je. Je hebt zoveel te geven, je zit nog lang niet op de top van je kunnen. Dus dat gaan we eruit halen. En ik heb er zin in om jou nog verder te inspireren en te helpen om die grootheid uit jezelf te halen. Ik uh, hoop dat het je geïnspireerd heeft om groter te denken, te dromen, te doen en vooral te durven. Dus het lef te tonen, de moed om vol voor te gaan. Super leuk dat je hebt geluisterd. Vond je dit nou heel inspirerend voor iemand die je kent? Stuur het dan door naar die persoon, die zal je dankbaar zijn. En wil je graag geholpen worden met het zetten van de volgende stap in je business? Als startend VE, als doorgroeiend VE, of wil je juist een nieuwe stap zetten buiten het VE-schap? Vraag dan een gesprek aan via onze website, dan bekijken we samen. Of we jou daarbij kunnen helpen met een van onze programma's. En of persoonlijke krachtige coaching. Er zijn er nog onderwerpen waar je meer over wil weten? Stuur ons dan een berichtje. Dan gaan we kijken of we dat mee kunnen nemen. Binnenkort, dus de podcast die eraan gaat komen. En ik heb er super veel zin in. Om jou te gaan inspireren. En te blijven inspireren. Om je volle potentie in je leven en in je business naar boven te halen. En wil je nog meer over mij zien of weten, volg mij dan op Danielle Leuvering op de verschillende social media kanalen. LinkedIn, Instagram, Facebook, YouTube en binnenkort dus ook op de podcast. Genoeg mogelijkheden om jou te helpen om je volle potentieel tot leven te brengen en te gaan leven, vol te gaan leven. Hey, tot de volgende keer, Een mooie dag!